In deze aflevering zijn we nog steeds op het subtropisch vulkanisch eilandje Hashiyoshima, het Hawaii van Japan. Het toerisme is er flink gedaald nadat Japanners de mogelijkheid kregen om wereldwijd te reizen. Daardoor staan de grootste hotels leeg. We bezoeken het prachtig gelegen Hashio Royal Resort, dat ooit het grootste hotel van Japan was. We bereiden ons voor en pakken alle spullen mee om hier de nacht te spenderen. Alle ruiten zijn recent dichtgemaakt. De ingang gaat waarschijnlijk lastig zijn te vinden. Check je ruiten. Volgens mij staat die open aan de klink te zien. Rechts die, ja. Tss. Nou, dat had ik echt niet verwacht. Ja, binnen. Muziekje hoorde ook al in Ikishima. Op het balkon slapen wordt hem helaas niet, hè? Het vriest in de nacht. Kamers zoeken. Ja. Benieuwd of er nog wat fatsoenlijke kamers zijn. We zijn net op tijd in het hotel binnen. Maar anders moesten we zaklampen gebruiken en dan worden we natuurlijk gezien, gespot van buiten. Toen niet zien we alleen maar hele vervallen kamers. Dus die hier ziet er echt episch uit. Super vet, maar helemaal rot. Ja, een beetje zo'n Ryokan-achtige stijl. Oh, hey. Dit ziet er goed uit. Oh ja, dat wordt hem. Ja, weet je. Super handig, twee kanten net om te kijken. Hè. Vermoest u iets horen of zien? Oh, ja, super. Super cool man, hier te slapen. Hé, hey, en dit gratis. Gratis, ja. De hotels waren echt heel erg duur. Kijk, over de 100 euro. Ja, rond 100 euro, ja. Ja, en hier leg je eigenlijk even goed. We hebben uitzicht op de voorkant van het hotel. Mocht er iemand langskomen, kunnen we dat meteen spotten, want dit is de oprit. Oké, mooi. Ik heb honger. Laat ook koken. We hebben pasta meegenomen, dus we zijn voorzien. Even een kookstelletje opzetten. Gaan we koken hier. Je hebt er zin in, man. Op kool. Ja. We willen natuurlijk ongestoord kunnen slapen. Wat doen we dan? We doen de deur op slot. Slotje erop. En niemand die ons komt storen vannacht. Wat was de maat? Ik dacht dat ik het zelf kan. Ik heb bijna niks gezien. Hè? Nee. Ik ben rechtstreeks naar deze kamer gegaan. Ik kan slapen. Het was vrij donker. Hè? Het zag wel echt veelbelovend uit. Die paar kamers die we naar binnen gekeken hebben in het donker. Overal goede planten. Maar helemaal vervallen. Nou, we hebben gisteren gemerkt dat de gimbal raar geluid maakt. Dus als jullie iets horen, sorry. We gaan het thuis oplossen, maar we zitten in Japan. En, zo'n elektronica zaak gaat echt niet zijn, helaas. Het is al heel grappig om te zien dat aan de linkerkant traditionele ryokan zijn. En aan de andere kant zijn westerse kamers. Dus dit zijn de ryokan. Zie je al de slippertjes? Dus als je hier gaat lopen, omdat de matten liggen, doe de schoenen uit. Ja, het is al vervallen, maar er zijn al overal voetafdrukken hier. Dus ga je de schoenen niet uit doen. Hier heb je die lage stoeletjes. Dus tafel ook laag. Koffers en dingen erin. Kijk, en dit is, zijn alle slaapspullen. Dit zijn de matrassen waar je op ligt. Redelijk dun.
En dit zijn de lakens en kussens. Dus die worden gewoon hier gelegd en wordt de woonkamer getransformeerd tot een slaapkamer. Dat is heel basic eigenlijk. Ook de lampen, allemaal houtwerk, schuifdeuren zie je vooral. Lampen zie je eigenlijk ook overal terugkomen. Gaan we naar de overkant, hebben we een meer westerse look. En volgens mij werd het westerse principe heel erg voorgesteld als luxueus. Het zijn ook luxe kamers, alleen ik weet niet of er nog goede kamers zijn, maar deze kamers zijn eigenlijk helemaal vervallen. Het ziet er wel echt super vet uit. Dat zoek jij als ook aan het exploren, hè? Dat alles helemaal overhoeken is. Natuurlijk verval. Die echt bang is helemaal afgekomen. Maar aan het schoeien, vraag je af hoe je vader kan groeien hier. Jezus. Ik doe me heel erg denken aan een ander hotel waar ik ben geweest. Echt bijna hetzelfde. Precies dezelfde meubeltjes, bedden. En ook plafond, ook hetzelfde vervallen. Het zijn van heel dunne pleisterplaten. Dus als je het vervallen is en er komt vocht op, dan valt meteen alles naar beneden. Ik ben blij dat we hier niet beneden hebben vannacht. Oh. Ik ben blij dat we nog een goede kamer hebben gevonden. Dat is raar, hè? Dit is misschien 10 meter van onze kamer verwijderd. En meteen dit. Waarschijnlijk is het dak gewoon ergens lekker boven. Dan ligt het van boven naar onder gewoon helemaal door. Dan wellicht DK to the bone. DK, ja. Ja, dit gebouw is niet meer te redden, denk ik. Als het allemaal zo door de beton sijpelt, dan is het gewoon het beton rot. Volgens mij willen ze het ook slopen. Dat is het enige wat ze kunnen doen. Maar het slopen is zo duur dat ze het gewoon laten staan en verder vervallen. En waarschijnlijk hopen dat het vanzelf een keer... Ja, ze kunnen niet slopen, gewoon puur omwille van dat ze het beste aansteken. Ah, ja. Het is allemaal veel te duur eigenlijk. Hè? Ja, dat maakt het heel prijzig. Ja. Ja. Kamertjes, ja. 2 meter uit de kamer zie je geen verval meer, marmer en de verf is nog strak in de lak. Heel mooi trapaal, tapijtje, rood tapijt, ook echt heel westers, wat het geassocieerd met luxe. Deze is nog een iets betere staat. Het hotel is trouwens gebouwd in 1963, is heel vaak open en dicht gegaan, uiteindelijk in 2006 gesloten en sindsdien staat het hier te verkrotten. Zie je maar, in een paar jaar met een gebouw doet, hè. Dat is echt niks van waar. Oh, check, de hele plafond is naar beneden gekomen. Waarschijnlijk gebeurt het met alle andere kamers ook binnen een paar jaar. Zie je dat? Het enige wat nog over is het beton. Jezus, ik kan echt zo'n kijkje nemen. Nou. Dit zijn de kamers met het mooiste zicht hier, hè? Waarschijnlijk, ja. Ja, op de hoek waarschijnlijk inderdaad. Wat ook opvalt bij die Japanese kamers, dat de badkamers allemaal heel klein zijn. En bij die Europese kamers zijn ze allemaal groot. Ja. Super vet bad, vrij klein, met heel mooi uitzicht. Ik denk dat ik nog nooit zo'n uitzicht heb gehad bij een bad. Als ik een bad nam eigenlijk. Super cool. Maar wel echt heel klein. Hè. Ja. Hier is een mix. Een traditionele woonkamer met bedden. Wat stinkt hier, hè? Ja, dat stinkt hier enorm. Jezus, lijkt alsof een dood dier ligt. Dit is een van de mooiste kamers, waarom? Je hebt daar echt het zeezicht. En dan daar heb je de vulkaan aan de linkerkant. Super vet. Slot. Ja. Dat zijn best veel hier op deze manier op slot zitten. Ja. Ja, deze ook, maar dat is echt het plafond naar beneden gekomen al, dus ja. Ja, misschien ze zo wel zo uit. Echt weer interessant.
soort van concertzaaltje. Weet dat niet meer gisteren? Ja, correct. Stap af, hè. Hoe goed die bewaard is gebleven als je de rest ziet. Ja, klopt. Show kijken of zo. Denk je niet? Al die tafels en die stoeltjes hier. Het entertainment vanavond. Ook weer van Japanse geisha's. Al die lampjes. Ze zijn als Jan's speelhuizen. Van alles staat er gewoon nog: hè. Microfoon, installatie. Karaoke. Nee, karaoke dat niet zijn. Da. Nee, maar zie je toch een goede staat eigenlijk allemaal. Ik heb een mama's. Welkom in het Chichiwa. Ik moet denken dat er zo bij die Folk Village in Taiwan. Al Jan. Normaal ben je met een hogere luxe, dat je beter uit ziet gaan. Ah ja, ik zie je al. Check dit. Tapijt, alles. Ah. Hey. Ah. Ken je hem nog? Ja. Yep. Ik ben tegen het schroef in plaats. Wat zou dat gekost hebben hier vandaag? Ook weer westerse invloeden. Niet zelfs hier. Dit. Beetje Frans ook, en Frans barok weer. Een beetje. Normaal, ja, normaal zijn die kandelaars en een klok. Hebben ze hier een of andere Aziatische variant of zo van gebruikt. Je kent ze wel, hè, die setjes. Dat je normaal in Franse kastelen ziet. Zelfs een fake open haar. Ze hebben echt de moeite gedaan. Ik ga het niet naar eerste tip. Blokken ook liggen er wel. Ja, nog een piano. Een piano, een privé piano op een kamer. Dat is echt een suite gewoon. Echt, Ja. Goed. Ja, dit is wel leeggetrokken. Jezus, een half penthouse. Dat kan als wel nog een klein beetje een tegenvalletje. Wel iets luxe, hè? Wat stenen en alles binnen. Klein bad. Geen uitzicht wel, dat is wel jammer. Leuke details. Ik zeg trouwens ook pas al die ornamenten in het plafond. Ik denk een beetje of ik een kasteel ben hier. Ik zie het nou pas vanavond, ook een bar hier, check. Beetje graag stijl. Misschien hebben ze nog zijn eigen butler. Daarom staat er niet meer, nee. Wel echt leuk. Ja, een lampje, een kietje, een lampje. Vlammetjes, ja. Ja, dat is wel echt de vetste kamer die ik er niet toe gezien heb. Ik ga eens kijken of er meer zijn. Ja, ze ging gewoon de tuin op. Ja. Is dat raar? Dan maar echt in super luxe kamer. Dit is gewoon een dump plek voor afgezet, stoelen en matjes, mocht dat kapot gaan. Het resort is heel vaak gesloten geweest, dus het heel veel verschillende namen gehad. Hier hebben we de Tricia Resort, een van de voormalige namen. En dat ligt dan hier gewoon ergens. Ah, hier zelfs. Misawa Resort, dat is hier weer iets een andere naam. De hele inboedels blijven liggen, dat snap je ook niet, hè? Ik heb ooit met de eigenaar van een Japans pretpark gepraat, ook met een hotel en als erbij. Toen het verlaten was, zei hij gewoon, het moet een natuurlijke dood sterven. Is echt, hè? Raar, toch? Hele rare instelling. Want je hebt zoveel bruikbaar materiaal nog, hè? Zie je, al die potjes. Echt heel oud, er is een voorzien van alles. De eigenaar was, ik zou het hotel vandaag nog leeg trekken. Nou, de enige die gebruik van kunnen maken zijn de mensen die hier exploren. Standaard in de keuken in Japan. Sushi boten. Niet één of twee, maar echt tientallen.
Ik heb nog geen fatsoenlijke sushi gehad in Japan, dus het is echt om te huilen. Misschien moeten we vanavond werk van maken. Ja. Ja, lekker in koken op locatie. Pasta staat weer op de menu. Oh, wat stel ik me weer? Ik weet niet meer, gisteren eet aan mijn pasta met curry of zo, maar die liggen allemaal. Die liggen allemaal door de miljoenpoten. Goeie. Je staat als niet te pruimen, maar deze is echt goed. Oké, veel die. We gaan hier een paar verdiepingen omlaag. Kijk wat daar te zien is. Karaoke boven, de karaokebox. Inchecken. Ja. Moet even uitkijken tijdens de hovengang. Moet even uitkijken tijdens de hovengang. Ah ja, daar lagen de sleutels in. Niks meer. Zie je, het zijn echt wel veel kameren. Ja, dat zie je, goeie mooi. Damn. Zijpelt die eigenlijk naar beneden. Ja, deze is echt flink vervallen. Ik denk ook een beetje door van dalen door elkaar gehaald hier. We hebben een raar luikje gevonden. Ik wist niet dat dat in het hotel was. Vind ik luxe, hè?
bamboeken maakt. Daar was er ook geen haan meer. En hier was dan waarschijnlijk een warme waterval. Die heeft shop met allemaal spulletjes. Ik dacht dat het Tamagotchi was, maar het is een andere slide mirror. Kettingskill of zo. Oh ja. Het zou vet zijn als er een kaart komt in de hoed uitzag hier. Dit is ook van het eiland, maar niet van het hotel. Die zullen wel vast naar huis liggen. Even parfum. Perfume Hashio. Dat is wel heel uniek. Ik heb nooit gezien dat een eiland zijn eigen parfum heeft. Ja, grappig. Blijf maar doorgaan. We gaan nu een apart gebouw in. Los van het hotel. Het zit er allemaal vast. Met de Golden Restaurant. Het ziet er goed uit, deze. Zo'n buffet denk ik hier. Ja. Alles is heel mooi verpakt en ik hoop dat ze nog ooit open gaan. Pandora box. Geen idee hoe je gaat treffen. Ah, dat. De playroom. Zowel voor de kids als voor de volwassenen. Gat, hè. Potjes snoepen. Potjes snoepen? Ja. Of poeder. Wisten we dat gisteren maar? Ja. Van knuffelslag. Zo stimulerend voor de vaders en dat zij met de kinderen zijn omgaan. Hè? Daar de pooltafels zijn hier ja. Voor de kids. Er zitten gewoon bonnetjes aan gaan. Het kind komt er naar boven. Wat hè? Een soort tv-kamer hier. Ah ja. Je had flink ruzie om de afstandsbediening. Exploren nog met bijgebouwen en maken als afsluiter een cruise shot op het dak van het hotel. Tijd om naar huis te gaan. In de volgende aflevering zien jullie weer een avontuur uit een ander land.